Dit is Siebe, 15 jaar oud, zit in het vierde middelbaar en leidt aan een schooldepressie. Het begon een paar maanden geleden, maar het kwam echt heel plots, van de een op de andere dag. Een schooldepressie komt steeds meer voor bij jongeren tussen 12 en 18 jaar. En hoewel deze ziekte jongeren mentaal en fysiek kapot maakt, wordt er niets tegen gedaan. Ik zie ook geen oplossingen meer. Het enige wat ik kan doen is spijbelen. Een schooldepressie is eigenlijk een depressie waar je echt geen zin hebt om naar school te gaan of te moeten leren. En als ik dan wil leren... Nee, dat gaat gewoon niet! Nee! Sinds een paar maanden kampt hij al met dit probleem. Telkens hij moet gaan leren, is hij depressief en dat uit zich in agressiviteit. Ouders van deze kinderen willen dat hier iets aan gedaan wordt, zodat ze hun kind niet meer hoeven zien te lijden. Dit is niet meer te doen. Ik moet echt stoppen. Soms, ik weet gewoon dat je blijft meer bij mijn eigen. Fuck, het is gewoon helemaal...